regels van de bom zitten schuin. Daardoor gaat de bom draaien. Als de bom draait, gaan de kappen eraf. En komen alle bommetjes los. Als de bommetjes op de grond komen, ontploffen de meeste, maar sommige niet. De bommetjes die niet ontploffen, die kunnen later alsnog schade aanrichten. Aan onschuldige mensen die er niks van weten. Welkom bij de Menno Show, met al uw tips voor banken. Hallo, ik ben Menno Bogaert en hier zijn Jesse Hoogland van het UNICEF, Merel van Schuik van het Rode Kruis in getroffen gebieden en Teun Vinke van het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens. Merel, waarom zijn clusterbommen nou zo slecht eigenlijk? Doordat niet alle kleine bommetjes meteen ontploffen, blijven die liggen op de grond. En als het getroffen stuk land weer bewoonbaar is gemaakt en er weer mensen kunnen wonen, kunnen er veel doden vallen. Bijvoorbeeld als kinderen denken dat de bommetjes speelgoed zijn en ermee gaan voetballen, kunnen ze alsnog ontploffen en mensen doden. Ik zie op mijn werk regelmatig mensen met ontbrekende ledematen door clusterbommen. Dat wil je toch niet op je geweten hebben? Ja, ik kan wel uitleggen waarom je dat niet wil. Banken, willen jullie meer klanten? Ja, stop dan met investeren in clusterbommen. Dit kan je namelijk behoorlijk imagoschade opleveren. Als potentiële klanten weten dat jullie in clusterbommen investeren, kiezen ze wel een andere bank voor een lening. En dan loop je veel geld mis. En Jesse, heb je daar ook nog wat aan toe te voegen? Ja, Menno, zeker. Als de VN Veiligheidsraad besluit om clusterbommen te verbieden of sterk te veroordelen, zullen er minder clusterbommen gekocht worden. Dan ben je dus als bank al je geld kwijt. De kans is groot dat dat gaat gebeuren nu veel organisaties opkomen voor mensenrechten.